De minister van Financiën, Armand Achaibersing, heeft geen enkele administratie aangetroffen van het COVID-19-fonds op zijn ministerie. Dat zei de minister vanmiddag bij de spoed-COVID-19-persconferentie van de regering. Door de vorige regering was er een bedrag van 400 miljoen Surinaamse dollars uitgetrokken voor het noodfonds. Toen de nieuwe regering onder leiding van Santokki Brunswijk overnam, bleek het saldo 100 miljoen Surinaamse dollars te zijn. Achaibersing zei verder dat de verschillende mutaties wel gevolgd kunnen worden via de Centrale Bank van Suriname. Er wordt echter nog onderzocht of de ingediende facturen wel correct zijn. Morgen komt onze nieuwsredactie terug op deze mededeling van de minister en de persconferentie.